De herenboerderij verbouwen ongeveer 55 soorten groenten jaar rond. Idealiter leveren elk het hele jaar door eten uit. De boer doet zijn best om elke week 5 soorten groenten uit te leveren. Soms gebeurt dat zeg maar direct af land. Hè. Dus hij oogst bij wijze van spreken op zaterdagochtend en zaterdagmiddag komen de mensen het ophalen. Het kan ook zijn dat hij bepaalde dingen oogst die een tijdje lang in de koeling kunnen. Sommige kolen kun je prima een paar weken in de koeling bewaren. En ook de fruitoogst, die wordt natuurlijk in september worden appels en de peren en de pruimen geoogst. Die worden gekoeld, zodat mensen zo lang mogelijk van het seizoen na de oogst zeg maar, nog kunnen genieten van appels en peren van eigen land. Het is eind november, bijna winter. De grootste delen van het land zijn de oogst van het land af. Je ziet dus vrij veel kale percelen waar tot voor kort nog zonnebloemen stonden voor de dieren. Suikermais, uien, aardappelen. Hier hebben we nu wel een gewas ingezaaid voor de winter. Maar je ziet ook delen waar nu echt voor de komende maanden nog voldoende eten staat. We hebben rode kolen staan, boerenkolen, spruitjes. Dus zo zie je dat we ook in de wintertijd goed nog voor ons eigen eten kunnen zorgen. Nou, wat je hier ziet is dat het is gewoon dat wat oogstrijp is, wordt geoogst. Dus je ziet hier de spitskolen, een deel is al geoogst. En sommige laten ze gewoon wat langer staan totdat ze ook van goed formaat en goede smaak zijn.